Yes, dat is hij dan, de laatste aflevering van Batch 10. En we sluiten af in stijl met een heuse on the road special. Ik heb flinke stuk in de auto gezeten om naar, ik wil haast zeggen, de hoofdstad te rijden. Nou, ben ik in ieder geval doorgekomen. Ik zit namelijk helemaal in het noorden van het land. Ik zit hier bij Disleerderij, de tweekoppige Phoenix. Niet hetgene waar we het vandaag over gaan hebben, want we gaan het hebben over Vink. En daar zit een heel leuk verhaal achter. Ik heb hier Ruben naast me zitten. Wij gaan het hebben over Vink. En achter de camera zit nog een speciale gast voor dadelijk. De tweede helft. We gaan het nou natuurlijk hebben met de Master Distiller. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Als jij het podcastabonnement hebt, dan heb jij een van de twee flessen hier voor mij. En dat is wel de Vink Triple Wood. Heb jij thuis in je buisje. Pak hem lekker erbij. Schenk hem lekker in. En dan gaan wij hier Ruben het hemd van het lijf vragen over deze nieuwe Nederlandse trots. Hallo Ruben. Hallo. Daar zitten we dan. Vertel, waar zijn we hier in het de tweekoppige Phoenix? Maar waar zitten we? Ja, dat is een aardige tocht voor je. Ja. Wij zitten in tegenover de Zaanse Schans. Dat kennen toch genoeg mensen. Uh-huh. Er komt de gemiddelde Chinees, Japaner en veel Amerikaan op af. Okay. En precies daar tegenover zit de distilleerderij. In Zaandam dus, net, net buiten Amsterdam. Mm-hmm. Midden in de polder, tussen alle mooie molens. En sinds een jaar of vijf alweer zit de tweekoppige Phoenix hier, de distilleerderij. Okay. En jij, wat is jouw rol hier? Want jij stookt zelf niet. Nee. Maar wat is jouw werk dan bij Vink? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben een beetje kind aan huis geworden hier in de distilleerderij. Okay. En wij hebben 7 jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen met een iets ander avontuur dan whisky. Namelijk het maken van jenever. Okay. Misschien kennen jullie dit, zijn van die gekke blikjes. Keverjenever. Okay. En eigenlijk zijn wij dat 7 jaar geleden begonnen. Omdat we met de 3 andere compagnons toen der tijd. Met het idee van, niemand van onze vrienden kende eigenlijk nou echt oude jenever. En vooral als we vroegen, wat vind je nou van jenever? Dat was vaak koppijn of een opa. Ja. Dus we hadden eigenlijk direct de missie, we willen stof van die categorie afblazen. Mm-hmm. Elke slijter die we binnenliepen, het jeneverschap is een beetje het zelfmoordhoekje. Voor 10 euro een liter drank, dat kan eigenlijk niet, hè? Het kan, maar de vraag is het goede drank? Ja, dat ook. Accijns erbij, BTW. Dus daar zijn we eigenlijk 7 jaar geleden mee begonnen. Mm-hmm. Daar zwemmen we ook al 7 jaar tegen de stroom in. Want het is veel uitleggen. Wat ik al zei, het is voor veel mensen blijft jenever best spannend. Terwijl het is een waanzinnig veelzijdige drank. Je kan ontzettend veel cocktails mee maken. Je kan er naast een biertje, het welbekende kopstootje, of natuurlijk puur. Mm-hmm. En zodoende hebben we met Kevin eigenlijk een hele range neergezet. En het bruggetje naar Vink dan. De moutwijn die we gebruiken voor kever is ook de moutwijn die we direct 7 jaar op vat hebben gelaten liggen voor Vink. Okay. Dus dat is de basis eigenlijk op een Bordeaux mooi Bordeaux vat. Oké, dan hebben we heel veel om te verwerken in één keer. Want wat ik goed, je wilt stof afblazen van het van jenever, tof. En dan komt whisky op je pad. Was dat een toevalstreffer of was dat iets waarvan jullie dachten toen jullie eigenlijk al met de kever begonnen? Nou, dat willen we ook. Nou, het speelde toen al wel in ons hoofd natuurlijk. Het enige is, dat is het moeilijke met whisky. It takes time en veel geld. Want het moet een stilstaand geld uiteindelijk. En zeker als je net begint, gaat er vooral een hele hoop geld achteraan. In plaats van dat je er een euro uithaalt. Mm-hmm. Maar wat we toen wel, dus samen met Arthur en Allard eigenlijk hebben gedaan, is die moutwijn wel apart gelegd. Mm-hmm. Met het idee van, ooit komt er een dag. Dan gaan wij deze mooie moutwijn bottelen en eventueel blenden. Wat we dus met de Triple Wood hebben gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Om er mooie whisky van te maken. En zo geschieden is eigenlijk is Vink ontstaan. Alright. En wanneer is de eerste Vink op de markt gekomen dan? Wanneer was dat? Vink is in november 2020. Oké. Okay. Ja. En dat was met de Triple Wood? Dat was met de Triple Wood. En nu zijn er heel veel mensen die zitten thuis en denken, ik ken de Double Wood van Belveni, maar wat is dan de Triple Wood? Wat zijn die drie houtsoorten dan? Ja, dat is eigenlijk 2 keer Bordeaux en 1 keer Bourbon. Oké, maar dat is toch eigenlijk een Double Wood? Ja, omdat je hem, we zijn wel weer verschillende Bordeaux's, vandaar dat je hem Triple Wood mag noemen. All right. Dus 7 jaar Bordeaux,
Toen 5 jaar een bourbon en 3 jaar Bordeaux. En ik vind het is juist als jij zegt van oké, we hebben vaker gesprekken met Nederlandse distillerijen. En het onderwerp, het is een duur begin, hoor ik veel terug. Maar Bordeaux-vaten zijn dan ook nog niet meteen de goedkoopste vaten om mee te beginnen, toch? Nee, het zijn niet de goedkoopste. Okay. Toevallig hadden we die nog wel liggen, dus dat scheelde dan al wel. Dat is natuurlijk omdat je nou samenwerkt met een distillerij, helpt dat. En dat is misschien nog wel leuk als je het hebt over wat is Vink nou? Dus, nee, zoals ik al zei, dus eigenlijk ben ik begonnen met Kever. Ja. Arthur en Allard hadden altijd de distillerij al. En eigenlijk alle heren die ons in de afgelopen 7 jaar waar we Kever mee hebben gemaakt. Dus de designer, dus natuurlijk, er moeten veel foto's worden gemaakt. Ja, zeker. Dus we hebben een zeer getalenteerde fotograaf, Mees. We hebben iemand die zit in de flessenbusiness, iemand die zit in de ook branding. En uiteindelijk hebben we gezegd van, hey, kunnen we niet al die krachten bundelen? Waardoor we dus niet eigenlijk alle dure eerste opstartkosten hebben die we bij een reclamebureau moeten wegleggen. Maar dat we die in huis houden. En daardoor konden we eigenlijk binnen no time, hadden we het bedrijf best wel snel staan. En zie je dat het wel ook, vind ik in ieder geval, in lijn met Kever. Het is net anders dan de rest. We willen net een iets andere doelgroep bereiken, ook binnen het whiskyschap. En Nederlands trots weer wat meer kleur geven op het schap. Tuurlijk. En hoe is dat dan begonnen? Want de naam Vink verwijst naar de vogel. Dat was een makkelijke. Ja. Maar hoe is dat dan ontstaan? Wie kwam met het idee van we gaan het naar een vinkje noemen? Ja, nou, dat vind ik dus wel heel leuk aan het principe van die coöperatie. Is dat wij zeiden van, hey, nou, we willen lekker whisky gaan maken. Danny, die heeft zijn eigen eigenlijk ook een stukje branding bedrijfje erin. Okay. Dus we geven hem de opdracht, joh, ga jij eens broeden. En hij kwam met een aantal opties. En op een gegeven moment lazen wij Vink. Nou, je kan natuurlijk alle leuke Vink lekker, Vink leuk. Het zijn hele snelle, makkelijke dingetjes, maar ze werken altijd. Ik kom vaak genoeg in slijters en mensen die koppen ze zelf vaak al in. En dat maakt het leuk. Plus, nou ja, we komen natuurlijk van kever, een Nederlands insectje. Dat is vanuit mij wat ik leuk vind. Het is weer een Nederlands dier. Ja. Ja, het is een Nederlands dier. Ja, en ik vind het een leuk symbool. En er is nou, op het moment dat wij hier zitten, is vorige week is een tweede expression op de markt gekomen. De Peated Port Cask. Hoe gaat dat zo in zijn werk? Want de eerste was niet geturfd. Nee. Of licht geturfd, of helemaal niet geturfd. Nee, die was niet geturfd. En dan opeens de stap te maken naar, oké, dan gaan we dan nu een portwood in plaats van een Bordeaux-vat en dan gaan we hem turven. Ja, nou, er zit nog een tussenstap in. En dat is eigenlijk de single cast geweest. Die hebben een PX finish. Dus die hebben vorig jaar hebben die gebotteld. Vet. En die was eigenlijk binnen een maand uit. Het was een hele kleine oplage, waren denk ik 450 fles. Maar dat was eigenlijk de initiële, of de eerste, de Vink Special. Dat is eigenlijk wat we willen uitbrengen. Leuk. Dat we eigenlijk elk jaar met Vink Specials willen komen. De Peated Port blijft als het goed is wat langer naast, omdat we daar wat groter kunnen opschalen. En zijn we eigenlijk op zoek naar unieke leuke vaten, waar we dingen mee kunnen. Om mooie blends mee te maken. En zijn we eigenlijk, nu is het toekomstplan wordt eigenlijk nu pas neergelegd. Waardoor we echt met veel eigen distillaten mooie vaten willen gaan leggen. En over een aantal jaar die natuurlijk bottelen. Er zijn een paar dingen die ik hoor. En misschien de mensen thuis dan ook wat vragen mee hebben. Ja. Het thema blenden vind ik een interessant iets. En nou eigen distillaten. Wilt dat dan zeggen dat de eerste distillaten misschien niet van jullie allemaal zelf waren? Of dat jullie dat ingekocht hebben? Of hoe? Nou, het is een combinatie van. Oké. Dus dat is het. En het idee is dat we zo'n single cast natuurlijk is wel. Tuurlijk, volledig eigen distillaat in Peated Port ook. En in de Triple Wood zit er een combinatie in. Oké. En is dat iets waarvan je zegt van dat mag iedereen van ons wel weten? Of zijn we open en eerlijk over? Of zeg je van ja, het maakt niet uit, want het gaat om de smaak die we. Nou, dit staat ook achter op de fles. Het is een blended malt wat dat betreft. Oké. Dus dat is. Prima, wat mij betreft. Oké. En de Peated Port is dus wel een single malt dan dus? Of is die? Is ook een blended malt. Oké, ja. Goed. Dus de single cask was eigen malt en de Peated Port de blended malt. Alright. En dan gaan we kijken naar wat hier allemaal gebeurt. Ja. Is dit ook een beetje dan om dan in de woordgrapjes te blijven, is dit dan ook de broedplaats van de nieuwe expressions? Is dit ook dat jullie hier daarmee aan de slag gaan? Of begint dat thuis aan de keukentafel met een goed glas whisky, dat je dan op een idee komt? Nou, ik heb
enigszins mijn smaak wel weten te verbeteren in de afgelopen 7 jaar. Okay. Maar daarvoor hebben we toch ook gelukkig nog Arthur en Allard. En zeker Allard, okay, de zoon van degene die met de scepter zwaait hier. Okay. Die heeft een waanzinnig mooie smaak. En die is ontzettend veel aan het experimenteren. Achter jou zit ook eigenlijk een toekomstig soort laboratoriumpje, waar eigenlijk alles wat met smaak te maken heeft in nieuwe producten, okay, wordt gedaan. En nou ja, Arthur zou er zo meteen wat meer over vertellen over de distilleerderij. Mm-hmm. Maar wat ik altijd gek vind, is dat er wordt echt van alles gemaakt hier. Dus er wordt niet alleen gedestilleerd, maar dus de ene keer staat er, stinkt het ontzettend. Dan is er, wordt de kombucha gebrouwen en dan kom je weer. Dan wordt er een of andere ginger, limoncello, weet, alles wat. Maar wel van waanzinnige kwaliteit. En je kan het al vanaf, nou ja, kleine hoeveelheden, kan eigenlijk iedereen met een mooi idee, kan die aankloppen. En dat vind ik heel leuk. Ik ga dadelijk, met Arthur ga ik dan aan tafel en gaan we dus over het distilleren hier en de spirit die gemaakt wordt voor jullie, ga ik het hebben. Gaan we ook het proeven dan doen. En dan kom ik daarna terug met jou over de toekomst van Vink. Want ik ben wel benieuwd wat jullie dadelijk allemaal nog voor ons in petto hebben. Maar laten we eens beginnen met Arthur aan tafel te halen. En dan maak je borst maar net. Ja, ik heb een heleboel spannende verhalen gehoord. Ik ben benieuwd. We halen Arthur erbij en dan gaan we kijken wat er de fles in gaat. Helemaal goed. Hallo Arthur. Hallo. Ik ben door jou al heel warm onthaald hier. Maar dit is dus jouw domein. Kijk vanuit. Samen met Allard. Dat is in rij de 2 van 3 zoons. Oké. Okay. Maar met dezelfde passie voor goede dranken. Absoluut. Zijn oudste broer die draait hier, nou, op 300 meter vandaan, het proeflokaal. Okay. En daar, daar serveren we eigenlijk al onze drankjes die we hier allemaal maken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel breed. Hè. We hebben natuurlijk de Vink whisky, mm-hmm, en de Kevie en Ever, zoals je gezien hebt. Maar wij maken veel meer. We maken kombucha natuurlijk en andere frisdranken en ook mixdranken. Okay. En ja goed, we zitten hier achter de ketel, daar wil ik dadelijk nog meer over hebben. Maar jouw beroep wat je jaren uitgeoefend hebt, dat is niet meesterstoker geweest. Want jij hebt ook voor de klas gestaan nog. Ik heb voor de klas gestaan, 21 jaar lang op de hotelschool in Amsterdam. Okay. Ik wou zeggen, mijn eerste gokje was scheikundedocent, maar dat was dus niet... docent voeding, okay, dus, maar ook voedingsleer en nou ja, procestechnologie en dat soort dingen allemaal. En als docent koken. Oké. Okay. En nu, wanneer ben je begonnen dan hier met de stokerij dan? Nou, eigenlijk moet je een stap of nog een stap nog verder terug. Met 16 jaar ben ik begonnen met bier maken. Oké. Okay. Toen had ik een aantal jaren bier gemaakt. En toen zei ik tegen mijn vader, die overigens flavorist was. Oké. Okay. Smaakmaker, dus echt in de drank. Gespecialiseerd in drank. Oké. Okay. En op een gegeven moment had ik een drank gemaakt. En ik zei tegen mijn vader, ik zeg, ik vind het niet zo lekker. Ik zeg, ik gooi het weg. Hij zegt, ben jij gek? Dat gaan we distilleren. Dus die pakte de distilleerkolf erbij. En, okay, en zodoende ben ik op 18-jarige leeftijd eigenlijk met het distilleren aan de gang gegaan. Mm-hmm. Toen heb ik een aantal jaar in de horeca gewerkt. En daarna heb ik 4 jaar lang op een laboratorium gewerkt. Oké. Okay. En productie in de smaakstoffenindustrie. En daar heb ik eigenlijk alles geleerd. De smaakstofindustrie, wat moet ik me daar dan bij voorstellen dan? Nou, van het maken van limonades tot het maken van destillaten. Oké. Okay. En tincturen en aromastoffen. Oké. Okay. Heel, heel breed. Dus van bakkerijgrondstoffen tot aan frisdrank en zelfs tot aan diervoeding aan toe. En de vervolgstap was toen voor jou? Ik zat toen op de lerarenopleiding om docent, mm-hmm, koken te worden. En in ieder geval laten we zeggen dat scheikunde, biologie, dat gebeurde allemaal. Mm-hmm. En dat ben ik pas gaan doen dat ik 29 was. Oké. Okay. En dat heb ik 21 jaar lang gedaan, mm-hmm, op de hotelschool. En toen ben ik eigenlijk alle facetten bij elkaar gegooid. Mm-hmm. En ben ik begonnen met een soort museumachtig, kleinachtig maken van alle producten die ik al maakte. En dat kocht ik eigenlijk in bij mijn conculega's. Mm-hmm. En die spullen die werden eigenlijk bij elkaar gevoegd. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik een grote order van 7000 liter voor China voor het maken van een moutwijn. Okay. En toen was het oei. dat is lastiger. Dat is veel. En toen was het zoiets van oké, dan moeten we maar een distilleren. En dat is dus deze geworden. En dat is nu 9 jaar geleden. Ja, 9 jaar geleden dat ik deze ketel heb gekocht. Oké, en daarmee is toen het balletje nog sneller gaan rollen, ga ik vanuit? Ja, inmiddels ben ik 61, maar vandaar dus de jongere generatie die... Die meehelpt. Over gaat nemen, ja. En is het, wat is jouw insteek daarin? Is het voor jou vooral meer die want ik kan me voorstellen als jij vanuit de aroma's kijkt, dat het misschien meer is zoeken naar de juiste puzzelstukjes om die samen te leggen? Of?
Nou, wat betreft de aroma's, dat was een combinatie tussen, laten we zeggen, ja, chemische smaakstoffen en de natuurlijke grondstoffen. Mm-hmm. En daar wilde ik absoluut afstand van nemen. Okay. Dus bij ons ging het absoluut alleen maar om natuurlijke producten, eigenlijk het liefst biologisch. Okay. En dan hebben we het over de dranken die we nu maken. Mm-hmm. Onze kombucha die we maken, maken we van biologische thee. Eigenlijk de meest natuurlijke dingen. En dan nou ja, de granen. En we zijn eigenlijk een moutwijnstokerij. Mm-hmm. En als je moutwijn 3 jaar laat liggen, dan heb je in principe whisky. En is dat ook zo ontstaan? Want ik ben begonnen met moutwijn en ik heb vaten liggen, dus laat ik dat eens proberen? Nou, op een gegeven moment was dat wel een beetje het verhaal. Voor ons. Okay. Het was niet het doel. Wij zaten veel meer in de jenever. Mm-hmm. Maar ook in het maken van limoncello en rabarbercello maken. En we maken ook andere dranken. Heel veel likeuren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie. En jullie hebben dus ook eigenlijk het recept van de vink. Die wij ook proeven hier. Dat is eigenlijk dus door jullie hier ontwikkeld. Ja. Dat is op een gegeven moment blijven er een aantal vaten. Ja, een jenever hoeft geen 3 jaar op eikenhout te liggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ontstond dat wel, okay, omdat we een voorraad hadden. En toen was het van, nou, laten we daar een whisky van maken, want dat kan. Okay. En daarom waren het ook in het begin altijd jonge whiskies. Okay. En daar zijn we verder mee gegaan. Om de leeftijd wat meer omhoog te krijgen. En het leren omgaan met eikenhouten vaten, dat is ook wel een ding. Mm-hmm. Dat is toch wel een tak. Nou, dan wil ik aparte sport. Ik wil daar heel graag met jou terugkomen. Wat ik ook heel graag zou willen doen, is ik zou eens met jou de proef op de som willen nemen. En ik ben vooral heel benieuwd om de whisky die de mensen thuis hebben, dus de Triple Wood, om die ook eventjes met jou door te nemen. Ja. Als dat kan. Ja, natuurlijk. Er wordt hier heel hard gewerkt achter de schermen, zie ik al dat de glazen worden gevuld. Kijk eens aan. Maar ik ben vooral heel benieuwd van, oké, iedereen ruikt en proeft op een andere manier. Dus ik wil vooral jou vragen van, ja, wil je me eens begeleiden hier doorheen? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Daarbij heeft iedereen een eigen filosofie over het proeven ervan. Oké. Okay. En ik heb natuurlijk op het laboratorium gewerkt en daar ging het proeven toch op een totaal andere manier als dat whiskyproevers het vaak doen. Er zijn er een aantal die het wel op die manier doen. Okay. Wat ik vooral doe is dat heel weinig mensen weten is dat eigenlijk je tong eigenlijk verschrompelt als het boven de 25% alcohol bevat. Oké, okay. Ja. Dat is ook waarom heel veel mensen whisky niet prettig vinden. Mm-hmm. Omdat het dan te veel is. Scherp in je keel is. Wat de meeste mensen vervelend vinden is dat die prikkeling en dat hele nare en dan eigenlijk het gelijk afwijzen. Ja. Wat ik altijd tegen degene zeg die voor het eerst dit proeft, neem een heel klein slokje, neem het 15 seconden in je mond, mm-hmm, laat het helemaal rondwalzen door je mond. Mm-hmm. Heb je er nog koffie in zitten, dan lost het allemaal op. Tuurlijk. Helemaal schoonmaken. En dat is eigenlijk hetgene wat we doen. Okay. Dus we nemen even 15 seconden de tijd om even onze mond mee rond te walzen. Ja, maar goed. Mensen thuis, dit is 15 seconden van stilte. Dan slik je hem door zonder erbij na te denken van, vind ik dit nou lekker, vind ik dit nou vies, vind ik dit. Maar wat je wel merkt is dat je nu het water begint gigantisch in je mond op te komen. Mm-hmm. Dat is je eigen speeksel. Dat zorgt er nu voor dat als je weer een klein slokje neemt, dat alcoholgehalte onder de 25% komt. Okay. Waardoor je eigenlijk door je eigen water, je eigen smaak, het beste gaat proeven. Maar is het dan niet dat ik als whisky leek zijn, om het dan even zo te zeggen, ik vind dit altijd juist een vrij intense manier van opeens mijn hele smaakpupillen vasthouden 15 seconden lang aan zo'n hoog alcoholpercentage en zoveel smaken. Kan het dan niet juist dat het overweldigend werkt? Nu moet je het doen en dan weet je exact wat ik bedoel. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Nu is hij heel zacht. Mm-hmm. Ik weet niet of je het ook zo ervaart. Ja, nee, ik ervaar hem ook zo. En wat ik nu ervaar is dat ik werkelijk alle smaken die erin zitten naar voren komen. Toen net was het eigenlijk overweldigend, wat je ook net zegt. En nu proef ik werkelijk de langere smaken die erin blijven hangen. Mm-hmm. De beginsmaken die erin zitten. Het hout, de tannine die je erin hebt. En nu voel je dat allemaal eigenlijk een beetje wegeppen. Mm-hmm. En blijft eigenlijk het zachte ronde blijft over. Mm-hmm. Welke onderdelen van een whisky zoek jij naar? En dan hoeft dat niet per se nou in deze expression te zijn, maar als jij hier bezig bent met het stoken van een moutwijn, waar zoek je naar?
Nou, tijdens het stoken is dat het zoeken naar een balans. Dat veel mensen zeggen dat niet, maar er zitten meerdere fases tijdens het stoken die naar voren komen. Soms heb je hele fruitige dingen, soms heb je muffe smaken. Aan het eind, noemen we dat de natte hond. Ja. Dat is werkelijk een geur, dat is echt verschrikkelijk. Dat wil je er niet in hebben. Mm-hmm. En soms heb je whiskies dat je werkelijk, als je een klein druppel op je hand doet en je ruikt eraan en je laat het helemaal verdampen, dat je ook werkelijk de natte hond ruikt. Okay. En dan zijn ze eigenlijk te ver gegaan in hun stoken. Ja? Nou doet eikenhout doet een hele hoop oxidatieproces. En die zorgt ervoor dus dat er een hele hoop dingen veranderen. Mooi veranderen. We noemen dat huwen. Mm-hmm. We noemen dat rijpen. We noemen dat ouder worden. Dat zijn allemaal dingen die erin terugkomen. En in deze triple wood, wat zijn echt smaken wat jij hier persoonlijk uithaalt? En geurnotities? Ik vind er zeker vanille in zitten. Mm-hmm. Zelfs een klein beetje karamel, wat ik proef. Mm-hmm. Er zijn anderen die... Als je die associatie niet hebt en je weet niet hoe werkelijk karamel of vanille echt smaakt, dan heb je dat er ook niet in zitten. Mm-hmm. Dus dan kun je dat ook niet naar voren halen. Je moet wel weten wat het is. En kijk, het woord salvend, dat is een beetje net als roomboter en met chocola. Mm-hmm. Dat je die... Maar dat proef je in de eerste smaak. De eerste slok heb je dat niet. Dan is het alleen maar scherp. Mm-hmm. Dan is het hard. Dat noemen we strak. Mm-hmm. En pas daarna komt dat filmende, als je het tweede slokje hebt genomen. En dat is iets waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Dat ronde, dat walzende in je glas, dat je een mooie rijpe drank hebt. En wat mijn vader altijd zei, is dat je... Die dronk liever een jonge whisky, omdat hij dat, laten we zeggen, een puberaal, dat gaat alle kanten op. Ja. En dat vond hij spannend. Maar een whisky van 24 jaar, wat helemaal uitgerijpt is en helemaal klaar. En helemaal, ja, dat is prettig op het moment dat je met een sigaar zit en... Of de tijd hebt, ja. Tijd heb en, maar als je zelf al een beetje gespannen bent, dan is het lekker om... En het is prikkelender. Ja. En het zijn dus momentopnames. Wat ik opmerkelijk vind, en dat was ook de eerste keer toen ik hem proefde, vond ik dat ook al. De invloed van de Bordeaux-vaten vind ik niet zo op de voorgrond liggen. Dat kan ook misschien aan mij liggen, maar het is inderdaad de vanille, de karamel die ik er ook heel erg uithaal. Een heel klein beetje de granigheid van de moutwijn zelf die ik er nog wel uithaal. Maar het heeft ook niet dat droge mondgevoel van een wijn, of het heeft ook niet die bessen. Zijn dat dingen die ik nog verder naar moet zoeken? Of zeg jij van het moet subtiel zijn, het moet juist meer in harmonie zijn? Ja, het harmonie. Dat moet het zijn. Als je echt zegt van het is op een rode wijnvat geweest, dan heb je dus die zuren erin zitten. Mm-hmm. En die zuren die vormen later weer met alcohol, vormen die esters. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk weer scherpe tonen. En die wil je eigenlijk er niet in hebben. Dus die wijnsteenzuur, die moet ook subtiel erin aanwezig zijn. Mm-hmm. En, Goedenavond. Goedenavond, Miranda Miller van American Publishing Company. Mag ik u even storen zo laat op de avond? Natuurlijk. Waarom kan ik u van dienst zijn? Het gaat over uw manuscript. Wat een prachtig verhaal heeft u in handen, meneer. Het is een geweldige combinatie van humor, satire en sociaal-maatschappelijke kritiek. Hartverwarmend hoe dat kereltje verliefd wordt op dat meisje. Hoe heet dat ook alweer? Becky, ja, correct. Heerlijk. Dit is wat Amerika nodig had. Een kleine, vernuftige kwajong. Geweldig. Bedankt, Miranda. Het is een heel veel eer. We gaan er werk van maken. Maar de naam, George, kan niet meer, mijn beste. Dus op het boek komt een andere naam te staan. Dat is geen probleem. Ik heb wel een goed alternatief. Ik ben benieuwd. We gaan er werk van maken, meneer Kemen. Oh, dank u. Een fijne avond toegewenst. Een fijne avond. Het zijn Château Fombroges. Dat is een Grand Cru Classé uit de Bordeaux. Okay. Dat zijn de vaten geweest. En nou, die zijn 3 jaar, heeft daar wijn op gezeten. En daarna gaat hij weg. Okay. Want anders zit hij helemaal vol met wijnsteenzuur. En dan trekt hij er bijna niks meer uit vandaan. Nou, daar hebben we het op gelegd. Mm-hmm. Maar ga je het daar ook 10 jaar op leggen, dan krijg je echt een overkill. Mm-hmm. Dus wij zoeken werkelijk naar de periode dat we zeggen, oké, en nu stoppen, nu klaar.
Mm-hmm. En dat is mooi. En dat is eigenlijk een beetje onze zoektocht. En is die zoektocht... Want ik kan me voorstellen, er zijn verschillende manieren om het aan te vliegen. Of je kunt zeggen, ik ga iets met een voorbedachte radar stoken. Dat ik iets meer fruittonen erin door wil laten komen. Om het juist op een veel lichter vat te zetten. Dus echt op die manier kun je iets ontwerpen. Maar je kunt ook zeggen van oké, ik ga verschillende vaten samenbrengen. En ik ga op die manier ga ik proberen om een smaakprofiel te creëren. Hoe vlieg jij het aan? We hebben daar meerdere manieren voor. Je kunt natuurlijk zeggen van we nemen een vat met spelt. Okay. Of tenminste, we maken een batch met alleen maar spelt. Mm-hmm. Je maakt het alleen maar met tarwe, je maakt het alleen maar met rookmout. Mm-hmm. En die zou je bij elkaar kunnen gaan blenden. Okay. Mm-hmm. Wat je ook kan zeggen is dat je zegt van oké, we nemen 3 zakken van de spelt. We nemen 2 zakken met tarwe, nemen enzovoort, okay, enzovoort. En dat gaan we destilleren. Okay. Dan heb je een totaal ander uitgangspunt. Mm-hmm. Dat is bij ons nooit zo geweest. Want wij maakten in eerste instantie in het begin de jenever. Mm-hmm. En daar gingen we wel uit van meerdere verschillende soorten granen. En dat is dus eigenlijk een beetje de zoektocht geweest van het maken. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de klant de volgende keer weer dezelfde drank wil hebben. Dus die wil niet hebben dat straks de triple wood totaal anders van smaak is. En dat we hebben dat wel allemaal vastgelegd. We weten exact wat het is. Mm-hmm. We weten exact hoe lang alles erop heeft gelegen. Dat hebben we allemaal vastgelegd. Mm-hmm. Want anders krijg je dus nooit meer dezelfde smaken terug. En het is al een zoektocht. Want als je een iets andere eikenhouten vat hebt... Ik wou zeggen, want een houten vat is een natuurproduct. Dus het is, als ik een vat 3 jaar laat liggen en 5 dagen... dat wil niet zeggen dat ik dan, wanneer ik het herhaal, dat het precies hetzelfde is. Nee. We hebben een klant, wat inmiddels een goede vriend is geworden, waar we al jarenlang mee samenwerken. En die is degene die eigenlijk exact weet hoe het zit met die eikenhouten vaten. Okay. Het is toch wel een andere tak van sport en daar heb ik heel veel van geleerd. Okay. En Allard, mijn zoon dan, die zit echt met hem te sparren op dat gebied. Mm-hmm. En dat, de eerste keren is dat werkelijk een probeersel. En je probeert natuurlijk de volgende keer weer exact hetzelfde te creëren. Tuurlijk, ja. Maar doe je weer 3 jaar op datzelfde vat wat je al gebruikt hebt, dan heb je toch een slappere drank. Ja, natuurlijk. Ja, precies. En dat is toch wel een dingetje altijd. Misschien kan ik wat vertellen over hoe vroeger jenever werd gemaakt. Okay. Dat werd op eikenhouten vaten gelagerd. Mm-hmm. Niet gelagerd, dat was eigenlijk een transportmiddel. Mm-hmm. En dat moest er zo snel mogelijk weer uit. Ja. Het ging niet om de overdracht smaak. Van... Wat wij later kregen is dat we de vaten die eigenlijk leeggetrokken waren in Schotland, die kregen wij als jeneverstoker. Mm-hmm. En daar werd het een tijdje op gelegd. Dus okay. Eigenlijk gebruik je als jeneverstoker, gebruik je eigenlijk al lege vaten. Okay. En dat is natuurlijk met whisky is dat anders. En dat is dus eigenlijk een beetje het verhaal wat ik vertelde over wat die jongen ons geleerd heeft, mm-hmm, aan het eikenhout. Mm-hmm. Want ik heb me daar nooit als jeneverstoker mee bezig gehouden. Nee, omdat ik kan me voorstellen als je neerstokken wil je juist vooral het van je botanicals, van je kruiden en dergelijke wil je het hebben. Dus als jij dan inderdaad opeens pepertonen krijgt door je hout, dat is niet gewenst inderdaad. Nee, waar ik vooral benieuwd naar was, inderdaad, kijk, Vink is dus een blended malt, los van de single cask. Maar hoe is het dan voor jou om dan met een, ik noem het even, voor jou een distillery vreemd product, want het is niet door jou gestookt, je weet niet hoe dat gestookt is. Hoe is het daar om mee te werken? Is dat, Nee, het is een klein deeltje. Ervan, hè. Het het meeste is van onszelf. Okay. En een combinatie van. Jij blendt het wel. Dus jij brengt uiteindelijk hier worden wel door jou de smaken samengevoegd. Ja. En hoe is het dan voor jou? Die finishing op die rode wijnvaten, dat is iets wat wij doen. Okay. En heb je daar ook dan wel vertrouwen erin dat het product van daar ook inconsequent blijft? Als jij ook die Bordeaux vaat, als je zelf dat finishen moet doen, werkt dat voor jou prettig op zo'n manier? Of zeg je van, zou ik gewoon alles in eigen beheer hebben en zelf alles uitstoken als je zou kunnen? Nou, dat doen we dus met die andere nu wel. Oké. Okay. Dat is volledig. Goed. Dus die sherry die we hebben gehad, die 100% van ons. Oké. Okay. En werkt dat voor jou prettiger? Ja, ik vind dat leuker. Oké. Okay. Ik sta het liefst de hele dag achter dat apparaat in plaats van een bottelen laat ik aan hun over. Moeten ze zelf stickertjes plakken? En dan, waar ik benieuwd naar ben, voor jou is dus whisky meer een, ik wil niet zeggen een toevalstreffer, maar meer het van oké, een experiment. Maar wat zijn nou dingen waar je nog zelf heel benieuwd naar bent binnen de whiskies? Van wat zou jij zelf nog willen uitproberen? Want er is nu de Peated Portwood, dus ook geturfde granen is nu ook al, heeft de revue gepasseerd. Wat zou jij nog meer dan willen proberen? De eindeloze variatie aan verschillende granen. Oké. Okay.
vind ik heel erg interessant. Het mooie van whisky vind ik dat je... Kijk, wij zijn jeneverstokers, dus eigenlijk moet onze moutwijn moet al van hele goede kwaliteit zijn, okay. Vind ik. Er zijn whiskies, en moet je me absoluut niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, maar die hebben een whisky gemaakt en wat uit de ketel komt, dat wordt allemaal weer goed getrokken door het hout wat ze gebruiken. Ja. Dat komt omdat zij dat hele systeem, de hele organisatie al zo hebben opgebouwd, dat ze weten welk hout ze ervoor gebruiken en daar komt eigenlijk de meeste smaak vandaan. Mm-hmm. Misschien distilleren zij wel op kwantiteit in plaats van op kwaliteit. Ja. Wij als jeneverstoker zeggen eigenlijk van onze moutwijn moet eigenlijk al 100% in orde zijn. En dat is ons zoektocht. Wij zitten er ook bovenop als we aan het stoken zijn. We zitten er bovenop het Het is niet een kwestie van ik zet het aan en ik ga even op Facebook scrollen en klaar. Nee. Wij zitten er echt bovenop. En omdat deze maar 300 liter doet. Kijk, we stoken 1500 liter beslag op een dag. Mm-hmm. En dan doen we nog de fijnstook. We hebben dat helemaal in de vingers zitten. We zoeken naar de temperaturen. We zoeken naar de koeling. En dat proberen we allemaal zoveel mogelijk geëikt te hebben. En dan zitten we constant zijn we aan het proeven. Aan het ruiken en alles erop en eraan. Ik ben wel benieuwd. Ik wil heel graag met jou even het over de ketel zelf hebben. Ja? Want het is, ik moet zeggen, los ervan. Want de mensen die op YouTube kijken, die zien een klein deel van de ketel. Hij is net iets anders dan wat ik gewend ben. Want het is wel een potstil en... Ik zei even tussen aanhalingstekens, een columnstil ernaast. Maar het is niet met de standaard platen die ik verwacht bij een columnstil. Want jij beschreef het meer als een spiraal. Zou je me eens kunnen doorheen begeleiden van hoe de ketel hier bij jou dan werkt? Kijk, zoals je hem ziet, zie je dus nu bij dit gebeuren. Dit is onze ketel, daar gaat 300 liter in. Er zit een bak met water onder, we noemen dat een bemmery. Okay. Dus hij wordt verwarmd door middel van elektriciteit. Dat water wat hier onderin zit, dat wordt verwarmd en die geeft het door aan de ketel. Hij is 100% koper. De alcohol die gaat daar natuurlijk door. Ja, hoe werkt dat? Alcohol begint al te stomen, laten we zeggen, over te gaan in damp bij 68 graden Celsius. Dan heb je ongeveer je methanol. Mm-hmm. Bij 78 komt de ethanol. Dat gaat daar doorheen. Er komt zoveel druk op te staan. Mm-hmm. Men weet dat 1 liter water wordt 1500 liter damp. Dus dat wordt een gigantische druk. Dat duwt hem door het systeem heen. Hij gaat daar naar boven, zoals je ziet. Bovenin heb je dan het pijpje zitten. Ja? Dat pijpje dat komt hier weer achter langs. Komt hij naar binnen, hier. Mm-hmm. En dan gaat hij eigenlijk omhoog. En daar zit een soort, laten we maar even zeggen, een wenteltrap of een soort glijbaan. Spiraal, ja. Ja, een soort glijbaan. Daar gaat het naar boven toe. Mm-hmm. Dan komt de damp tegen de reflux aan. Ja, daar wordt koud water doorheen gegooid. Daarin zakt eigenlijk het water weer terug. En in het water, daar zit in principe de smaak gevangen. Dat water dat komt weer naar beneden. Nieuw alcohol komt eraan, plakt tegen elkaar aan. En dan krijg je een soort verzadigde smaak, mm-hmm. damp. En die gaat werkelijk door die pijpjes heen, door het koelwater heen. En daarna komt die bij deze pijp uit. En dat is de condensor. En dan komt het als vloeistof komt het eruit lopen. En dat is een beetje het zoeken. Mm-hmm. En dat is voor ons als jeneverstoker is dat heel belangrijk. Dat we niet te hoog zitten in alcohol. Dus rond de 73, 72 graden alcohol. Dus 72%, 73%. Want dan hou je 27% water over waar de smaak nog in zit. En dat is het belangrijkste. En als je zegt van je hebt van die kleppen er allemaal tussen. Daar lopen koelingen door. En die koelingen zorgen ervoor dat eigenlijk al dat water weer terugzakt. En dat het water niet verder kan opklimmen. En dat zijn eigenlijk vodka. Distilleerderijen. En dan hebben ze soms wel 6 van die kleppen ertussen. Mm-hmm. En die kunnen gewoon doorstoken tot 96 graden Celsius. En dan heb je in principe nog maar 96% alcohol. En dan heb je in principe nog maar 4% waarin smaak zou kunnen zitten. En dat is eigenlijk een beetje de theorie erachter. Mm-hmm. Ja, dat zijn de koffiedistilleerderijen, kolommen. En die werken weer op een andere manier, eigenlijk contra. Okay. En dit is in principe... Als wij destillaten maken, voor gin maken, mm-hmm. dan hebben we hier de meeste smaak hebben we eruit vandaan. En dat gebruik jij dus ook voor je moutwijn natuurlijk. En, ja. Maar dit is dus, ik kan me voorstellen dat jij veel meer, om het even zo te zeggen, veel meer knoppen hebt om tegelijkertijd aan te draaien, om dat fijn te stellen zoals je het wilt. Ja. Je hebt veel meer flexibiliteit, kan ik me voorstellen. Je ziet hem daar. Dan zie je al die knoppen op de zijkant zitten. Yes. En dan heb ik hier ook nog allemaal knoppen waaraan ik kan draaien om de koeling enzovoorts te draaien. Zitten die blauwe en die grijze? Ja. Daar kan ik allemaal de temperatuur mee bepalen.
Okay. En dat is zomer en winter altijd anders. Er zijn distilleren die laten gewoon up één klap, boem. Gas geven en klaar. Gas geven, alles eronder. Ja. En wij sturen werkelijk met de temperatuur die eronder komt. Mm-hmm. En we zoeken met de temperatuur die daar plaatsvindt. Okay. En we sturen met de temperatuur van de koeling, zeg maar. Hoe snel het water doorheen loopt. Het is, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad, ik snap nu wel helemaal het, dat jij constant hier bij de ketel moet blijven. Ja. Dit is niet iets wat je onbeheerd achter kunt laten. Die zoektocht naar die ideale smaak, kun je je voorstellen dat je dat ooit geperfectioneerd hebt? Of denk je van, dat blijft elke keer weer, elke stook moet ik opnieuw... Nee. Nou, het is zelfs zo dat wij verschillende soorten gisten gebruiken. We gebruiken niet één gist. Oké. Okay. Dus we hebben allemaal verschillende soorten smaaktypes wat gisten betreft. Dat heeft ermee te maken met, als je rogge doet, gebruiken we een andere gist dan dat we tarwe gebruiken. Enzovoort, enzovoort. En zo krijg je dus allemaal verschillende soorten smaaktypes. Dus je kunt er eindeloos mee experimenteren. In bier, en dat is dan ook gelijk in het beslag, is 25% zegt men, komt van de gist. Dus de omzetting van, zeg maar, de granen enzovoort. En die hebben een type. En wij kunnen ook nog een keer gecontroleerd kunnen wij vergisten. Dus op de juiste temperatuur, 29 graden, 31 graden, 33 graden. Meer fenolen erin, dat je die turf er nog meer uit vandaan krijgt. En enzovoort, enzovoort. Het alcoholgehalte wordt dan wel weer lager, omdat je hoger in je temperatuur zit. Ja. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de zoektochten. En dus daar begint het eigenlijk mee. Maar ik hoor jou zeggen dat de granen zijn van belang. Welke granen je pakt, welk beslag je maakt. Het gist is van belang, het stoken is van belang, het hout is van belang. En natuurlijk is het een harmonie van die. Maar zeg jij, ik kan me echt op al die fronten tegelijkertijd richten? Of zeg je van, ja, nee, maar mijn kracht zit hem hier in het stoken. Of mijn kracht zit hem hier in mijn beslag. Wat is voor jou persoonlijk? Waar zeg jij van, waar zoek jij persoonlijk het meest naar? Of is het echt die balans vinden tussen alles? Ja, absoluut. Okay. En het allerbelangrijkste is dat als je eindelijk iets goeds hebt gevonden, ja, is een schilder altijd blij met zijn schilderij. Zal altijd wel zeggen, oh, daar had ik even dit moeten doen. Zo zit het natuurlijk ook. Maar op het moment dat een klant, een gast, een whisky drinkt bij ons in het proeflokaal, mm-hmm. en dan komt de volgende keer weer. Moet je hetzelfde zijn. Wil je hetzelfde hebben. En ook al is je, ja, hoe moet je gestel anders? Hè? Overdag iets drinken, of dat je 's avonds drinkt, of dat je met je vrienden drinkt, of helemaal alleen. Of ja, het zijn andere momenten. Daar proef je ook weer iedere keer andere dingen in. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel mooi om te zien hoe ja, het is natuurlijk, we hebben dadelijk is er wat beeldmateriaal tussendoor, gewoon van de stokerij hier zelf. En vooral ook de kast met allerlei verschillende distillaten die je gemaakt hebt. Ik ben heel benieuwd als dadelijk hier het laboratorium van jou af is. Ik denk dat we inderdaad wel hier op een hele mooie plek zijn om die zoektocht naar mooie dranken te volgen. Wat ik ga doen, ik wil jou bedanken, Arthur. Ik ga hier lekker zitten met nog een keer met Ruben en dan gaan we de Peated Portwoods erbij pakken. Die zit jammer genoeg niet in het podcast abonnement, maar ik ben wel benieuwd of dit iets is. Want het is zo nieuw dat het jammer genoeg niet erin kon. En ja, mensen, kunnen ze jullie volgen op Facebook of Instagram? Zijn er dingen waar ze jouw producten kunnen volgen? In ieder geval. Van Vink? Van Vink sowieso, maar de tweekoppige Phoenix ook. En ik weet niet of het erin kan in de podcast, maar wij maken heel veel whisky ook voor klanten, kleine batches. Oké. Okay. Dus kopen ze één badge en we maken dan één badge dat op één eikenhouten vat gaat. En dat is geweldig. En dat is hartstikke leuk. Ik doe niet liever dan stoken. Ja. Nou, dames en heren, mocht jij dus inderdaad nog thuis zitten en zeggen, nou, weet je wat ik wil voor kerstmis? Mijn eigen vat whisky. Dan weten we in ieder geval dat we hier ook terecht kunnen. Dankjewel, Arthur. Het is natuurlijk heel lullig voor alle luisteraars dat ze hem net niet hebben. En wij wel. Weet je wat het is, hè? Ik heb me altijd, in het begin dacht ik, ga ik het toestaan om een andere drank in een aflevering te drinken dan degene die ze thuis hebben. En toen dacht ik bij mezelf, elke luisteraar, als hij de kans kreeg om een extra whisky aangeboden te krijgen, zouden ze hem grijpen. Zeker als je 3 uur, nou laat zeker in de auto zit op een dag om wat over whisky te praten. Nee. Nou, we horen het van de meeste distilleerder dat hij nog niet is uitgehuwd. Korte introductie inderdaad. We hebben hem echt vrijdag gebotteld. Dus vandaar, hij moet echt nog even huwen. Ik ben wel heel benieuwd hierna. Ik heb net al Arthur een paar dingen gevraagd over het maken. Ik ben vooral benieuwd, wat heeft de toekomst van Vink allemaal in petto? Is dit iets waarvan je benieuwd bent om steeds meer verschillende expressions op de plank te hebben? Of veel meer van die special of eenmalige whiskies of meer core range? Hoe zie je het voor je?
Ja, kijk, het te gekke van wat we aan het doen zijn, is je kan letterlijk doen wat je wil natuurlijk. Het heeft wat tijd nodig. Ja. Maar zoals je hoort, de relatie die we hebben samen met de distilleerderij en Allard en Arthur is al 7 jaar hartstikke goed. Waardoor ik met, ik ben minstens 2 keer in de week hier. En zit ik met Allard te sparren en dan hebben we het voornamelijk over wat is leuk en wat is mogelijk om te doen. Zoals je zegt, de eerste twee zijn de blended malts. En wat we nu eigenlijk hebben, er liggen er nu alweer een paar, liggen wel op een vat. Wat allemaal eigen distillaat is. En dat willen we eigenlijk steeds meer uitbouwen. Mm-hmm. En tegelijkertijd de Vink range stapje bij een beetje uitbreiden. Met een combinatie van ofwel eenmalige specials. Want dat hoeven de luisteraars ook niet te vertellen. Whisky is gewoon niet unlimited. Dat is helaas wat het is. Maar wat het wel heel leuk maakt, is dat het blijven allemaal experimenten. Ik bedoel, je kan inderdaad een waanzinnig mooi distillaat op een vat leggen. Maar na 3 of na 5 jaar, pas dan weet je wat het distillaat doet. Wat het eigenlijk doet. En stiekem vind ik dat ook wel heel leuk. Want dat maakt het ook wel heel spannend. Dus een korte sneak peek in the future. We gaan eigenlijk werken met een aantal certificaten. Okay. Dus whisky certificaten zie je natuurlijk wel vaker. Mm-hmm. Ook omdat wij moeten. We hebben een klein beetje groeipijn in de zin van we willen graag verder. Kosten gaan uit voor de baat. We willen kwaliteit behouden. Voornamelijk focussen ook op eigen distillaat, eigen producties, expressions. Vandaar dat dit een hele mooie manier is. En willen we eigenlijk een beetje ook gedeeltelijk, misschien wat meer toegankelijk of de toegangbare vaten, maar ook Tokai vat of een vet Amarone vat of een mezcal. Gekke unieke dingen. Wat dat betreft kan het niet gek genoeg. En is dat misschien ook wel een beetje wat we willen met de New World Whisky, Dutch Whisky een beetje op de kaart zetten in ieder geval in Nederland. Mm-hmm. Omdat ik kom wel al 7 jaar in allemaal slijters en het is best wel vaak veel van hetzelfde. Wat helemaal niet erg is, want er zitten waanzinnige producten tussen. Alleen denk ik, de missie die ik heb, ooit ben begonnen met jenever. En dat is eigenlijk mijn generatie wil laten zien hoe mooi jenever kan zijn. En whisky, eigenlijk gewoon Nederlands gedestilleerd. Elke bar die we binnenlopen, 98% is buitenlands gedestilleerd. Ja. Terwijl we kunnen echt waanzinnig mooie producten hier maken. Mensen hebben het er ook voor over. Dus het bier is natuurlijk een goed voorbeeld. En in de craft soda zie je het nu ook. Om de bar, in ieder geval in de Randstad, ik weet niet of het in Landgraaf is, hebben ze een homebrew iced tea. Ja. Ja, ik vind dat de gekke ontwikkelingen. En zodoende is het ook één grote speeltuin wat dat betreft. En dat maakt het Vink in ieder geval heel leuk. Ik ben heel blij met deze nieuwe toevoeging in ieder geval aan de core range. Qua turf, mag ik zo vrij zijn om te vragen waar de turf vandaan komt? Is dat uit Nederlandse bodem of Engelse turf? Oké, cool. Engelse turf. En eigenlijk wat we echt geprobeerd hebben is, wat je met Triple Woods ook een beetje, ik wil niet zeggen instapwhisky, maar het is wel wat toegankelijk. Het heeft genoeg diepgang voor de wat meer ervaren drinker. En met de peated port willen we eigenlijk, zo ben ik zelf ook een beetje erin gerold, is in plaats van dat je in één keer naar die hele heavy peated gaat, is het eigenlijk, denk aan slightly of lightly peated. Waardoor je het wel zeker ruikt, proeft, maar door het niet heel erg op de voorgrond is. Ik ben benieuwd. Ik vind inderdaad de combinatie tussen de rokerigheid en het portvaatje vind ik een hele mooie combinatie. Het is een hele zoete rokerigheid. Dus dat vind ik wel echt heel tof. Ik ben benieuwd. Oh, ik heb nu niet volgens Arthur's proefnotities gedaan. Ik denk dat Arthur het je vergeeft, toch? Ik moet zeggen, ik vind persoonlijk de Peter Portwood, hierin merk ik het portvat, komt hier heel duidelijk mooi in terug. Mm-hmm. Vind ik wel echt heel tof. Rokerigheid wat jij betreft. Ja goed, de luisteraars die zijn daar misschien meer bekend. De allereerste fles single malt die ik ooit thuis had, dat was een Artback 10. Dus wat dat betreft was dat mijn vuurdoop. Dus dit is inderdaad voor mijn gevoel zeker niet niveau Asbak. Dus dit is zeker inderdaad voor heel veel mensen zou dit een hele mooie instap kunnen zijn. En de combinatie met port vind ik echt hartstikke tof. Ik ben heel blij. Hey, waar kunnen mensen nou terecht als ze zeggen van weet je, ik vond die Triple Wood, dat vind ik nou lekker, een lekkere whisky. Of ik ben benieuwd naar die Peter Portwood. Waar kunnen mensen terecht? Nou, we liggen ondertussen alweer bijna in 100 slijters door Nederland. Oké. Dus ja, de gemiddelde wat leukere lokale slijter die net iets anders heeft dan het standaard assortiment. Daar proberen wij in ieder geval in de afgelopen 1,5 jaar langs te rijden. Mm-hmm. Of daar zijn we langs gereden, bedoel ik. De gemiddelde gal heeft hem. En online doen we stiekem best wel veel. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Versturen vanaf een flesje. Okay. Mocht je zeggen, ik durf nog niet aan. Versturen we tegenwoordig ook van die kleine minis, soort proefpakketjes. Okay. Die gaan gewoon van die brievenbuspakketjes. Dus daar zijn ze net verkrijgen. Maar de Peated Port is, zoals ik net al zei, is net uit. Dus we gaan. Ik heb vanmiddag een sales planning gemaakt waar we allemaal naartoe gaan. Okay. En dat is wel leuk. We werken met een aantal fijne distributeurs. En die nemen het eigenlijk gelijk mee. En
en doen allemaal mailings eruit. Mocht je nou binnenkort vliegen, liggen we ook sinds vorige week op alle Sea by Fly winkels. Oké, okay, dus mocht je nog een leuk cadeautje willen meenemen naar je verre oom in Amerika, dan kan je hem daar mee pakken. En dus dat is ook qua zichtbaarheid voor ons natuurlijk heel leuk. Tuurlijk. En jij had op de weg hier naartoe, kreeg van jou nog een berichtje dat je nog een leuke verrassing had voor de luisteraars. Ja, ik hoop in ieder geval dat alle luisteraars die hebben geproefd hem en die hem lekker vonden, overwegen om wellicht een mooie fles in huis te nemen. En daarvoor hebben wij een soort coupon aangemaakt op de website. Podcast, heel simpel, kleine letters. En dan krijg je 20% korting op je volledige bestelling. Als ik kan zeggen go wild, dan zorg ik dat ze van de week verstuurd worden. Dus dat wil ik nog even meenemen. Zeker leuk. Dus als je inderdaad op de website inderdaad van, ik geloof, even checken, het is Fink Whisky, toch? Ja, finkwhisky.nl. Yes. Daar zie je als je op producten klikt de range staan. Zoals je ook ziet, helaas de single cask is niet meer. Maar als je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan ben je in ieder geval altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en producten die er aankomen. En mocht je een keertje de distillerij bijvoorbeeld willen bezoeken, dan is dat, als het goed is, als het laboratorium alle staat, vanaf na de zomer enigszins mogelijk. Dus dan kan je altijd een mailtje sturen. Hartstikke vet. Ik raad het sowieso aan. Het is een hele toffe ervaring. En vooral als dadelijk het laboratorium hier draait, dan ben ik heel benieuwd om 8 uur in zijn natuurlijke habitat daar te zien experimenteren. Hey, Ruben, ik wil jou ontzettend bedanken dat ik hier bij jou te gast mocht zijn. En natuurlijk ook bij Arthur. Nogmaals, heb jij interesse om een flesje van de Triple Wood of de Peter Port te proberen? Nou, kortingscoupon podcast. Moet makkelijk te onthouden zijn, toch? Dat lijkt me wel. Lijkt me zo wel. Makkelijk mogelijk geprobeerd aan. Daarom. Hey, en had jij nou ons podcastabonnement willen hebben? Nou, die link is ook makkelijk te onthouden. Dat is gewoon lmsofwhisky.nl/ podcast. Het kan zo makkelijk zijn. Hey, hartstikke leuk. Hey, Ruben, ik wil jou bedanken. Ik ga hier nog even genieten van deze Peat Port. Dit is, voor de mensen die mij kennen, dit is echt weer meer mijn ding. Inderdaad, het uitgesproken karakter vind ik heel mooi. Tot zijn recht komen. Ik ben heel benieuwd wat hier nog meer allemaal vandaan gaat komen. En wij gaan het natuurlijk volgen. Hopelijk volgen jullie ons ook op Facebook en Instagram @elementsofwhisky. En natuurlijk Vink Whisky is daar ook te vinden. Super. Ik zou zeggen, geniet nog van jullie whisky als je die nog in je glas hebt zitten. En dan gaan wij volgende week van start met batch 11. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende!